Hoe staat je ploeg ervoor na zo'n trainingskamp? Ja, ja, kijk, binnen zo'n trainingskamp hebben we echt een paar momenten dat we... Kijk, daar ligt de prioriteit. Nou ja, dat was natuurlijk zeker vandaag tegen ADO Den Haag. En een paar dagen terug hebben we ook een echte goede training kunnen afwerken. De trainingen eromheen zijn dan wat minder. Maar ja, kijk, het voordeel is wel dat we al heel wat jaren met zeg maar, heel veel dezelfde jongens kunnen spelen. En ja, de jongens die er dan zeg maar, omheen lopen of tegenaan aan zitten, die weten ook exact de wijze waarop we spelen. Nou, dan is het wel mooi om te zien dat ja, dat vertaalt zich dan ook naar een wedstrijd, zelfs tegen ADO Den Haag. Dus wel goed, absoluut. Ja. Winterstop kan je ook altijd gebruiken om een beetje te evalueren en een beetje bij te sturen. Zijn er nog accenten die jij anders gaat leggen in de tweede seizoenshelft? Nou, kijk, dat hebben we al zeg maar, gedurende de eerste wedstrijden gedaan in deze competitie. Je weet al van tevoren, we zijn gepromoveerd, dan neem je die flow neem je altijd mee richting die nieuwe competitie. Maar wekelijks op een iets hoger niveau acteren is dan uiteindelijk toch weer anders. Nou, dat heb je het afgelopen jaar gezien ook. De eerste wedstrijden ging het hartstikke goed. Je blijft in dezelfde flow. Daarna wordt het dan auto. Plus, ik zou bijna zeggen auto hoeft niet, maar dat het jaar ervoor niet. Maar dan kan het minder worden. Ja, en dan zie je ook na 5-6 wedstrijden dat het wat minder is. Ja, dat je ook wel in overleg met die jongens moet gaan sleutelen aan... Op welke wijze kunnen we in deze competitie ook een stap maken? Dus die hebben we al gezet. Destijds hebben we ook Emiel wat dieper gezet. En ja. Kijk, uiteindelijk is het altijd een proces waar je continu mee bezig bent. En ook niet iedereen is het hele jaar door beschikbaar. Dus je hebt met blessures te maken. Nou, dat zie je vandaag ook. Fanny, tweede helft ingevallen als rechtsbuiten. Maar we hebben een tijdje met Fanny zitten praten. Nou, hij eindigt de wedstrijd als rechtsback. Vult hij best aardig in. Ja, dus... Kijk, ik denk dat er nog binnen de spelersgroep die we hebben, voldoende andere mogelijkheden met die jongens uit te voeren vallen. Dus het is wel leuk omdat ook tijdens zo'n trainingspartij, ja, want het is voor ons ook een trainingspartij tegen het grote ADO Den Haag, te kunnen toepassen. Ja. Na de eerste seizoenshelft, tenminste als je begint aan de tweede divisie, dan heb je een soort van doelstelling. Dat zal zijn handhaven. Nee. Oh. Ook geen doelstelling, hebben we de afgelopen jaren ook niet gehad. Zou je eens moeten doen. Ja, ik wou net zeggen, maar zonder heeft het de afgelopen jaren geleid tot heel wat narigheid. Dus ik denk dat wij zonder ook een aardig eentje komen. Ja.